duurzaam zijn betekent in ieder geval dat je zo zou leven dat je een ecologische voetafdruk hebt die niet groter is dan één planeet aarde. Als je kijkt naar de gemiddelde ecologische voetafdruk in Nederland, de gemiddelde Nederlander heeft een voetafdruk van ongeveer 3,7 planeet aarde. Dat betekent dat als iedereen zou leven zoals de Nederlander nu leeft, hebben we 3,7 planeten nodig. Als consument sta je voor de keuze om een leefstijl te doen die andere schade berokkent, dus toekomstige generaties of mensen in de derde wereld of van dieren, of een leefstijl die anderen geen schade berokkent. En als we leven als de gemiddelde Nederlander anno nu, dan berokkent onze leefstijl, de gewone normale legale leefstijl, berokkent dus enorme schade toe aan mensen in de toekomst, onze eigen kinderen, kleinkinderen, mensen in de derde wereld en aan niet-menselijke dieren. En het gekke en het vervelende van is dat sommige mensen ook denken dat we in Nederland leven, maar we leven niet in Nederland, we leven op planeet aarde. En dit is een probleem voor alle aardelingen, maar ik hoop dat Nederland, we zeggen wel dat Nederland gidsland is, maar dat is in veel opzichten ook zo, zoals wij hebben als eerste het homohuwelijk geregaliseerd. Laten wij dan ook het eerste land zijn dat geïndustrialiseerd is, maar dat toch zegt we gaan duurzaam zijn. Dat wij als eerste land zeggen, oké, wij vinden duurzaamheid belangrijk, wij vinden ook dieren belangrijk, wij gaan het eerste tot aardige land ter wereld worden.